Welkom bij mijn boerderij in een rijtjeshuis. Ik ben Lisa en vandaag geef ik jullie een update over mijn pepers en mijn paprika's. Twee weken geleden heb ik mijn pepers en mijn paprika's voor gezaaid. En dat doe ik al in februari, omdat de plantjes zo lang duren voordat ze redelijk van formaat zijn. En ze gaan pas na ijsheilige naar buiten. Ijsheilige is halverwege mei en dat is het punt hier in Nederland dat we vanaf dat moment geen vorst meer hoeven te verwachten. Twee weken geleden zijn ze dus hier in deze bakken gegaan. En ik heb een experiment gedaan met het kijken of een hittematje werkt. En ik zal er even eentje pakken. Dit is zo'n hittematje. En hij is nog lekker warm, want ik trek hem echt net uit het stopcontact. En wat ik ging controleren, dit is het eerste jaar dat ik zo'n matje gebruik. En ik wilde heel graag weten, maakt het nou werkelijk een verschil? Bij mij hier in huis is het altijd zo'n 18, 19 misschien graden. En het beste voor pepers is als het een beetje rond de 20 tot en met 25 graden is. 18 wil ook nog wel eens lukken, maar het makkelijkste is dus wat warmer dan dat. En voorheen heb ik altijd gewoon heel veel pepers en paprika's voorgezaaid in de hoop dat het opkomt. Altijd komt er wel wat op, maar het is nooit 90% van wat ik zaai en ik verlies altijd wel wat door de kou. Dus ik dacht, ik koop zo'n leuke hittemat om te vergelijken of dat dus nu echt daadwerkelijk beter is en helpt bij het ontkiemen. Hoe heb ik het gedaan? Ik heb ze alle drie voorgezaaid en ik zal even de bakken verwijderen. Ik heb deze dooms erbovenop gezet om het vocht erin te houden. En ik heb ze gisteren water gegeven, dus alles is lekker vochtig. Dus deze haal ik even aan de kant. Dit zijn de bakken. En de eerste twee hebben op een hittematje gestaan en de achterste niet. En nu heb ik ontdekt dat de Anaheim en de Jalapeno, die hebben het fantastisch gedaan. Die zijn praktisch allemaal ontkiemd. Op een hittematje en in de bak die niet op een hittematje stond, is nog geen één Anaheim of jalapeno opgekomen. Dus als ik die zo naast elkaar vergelijk, heeft het hittematje echt extreem groot verschil gemaakt. En ook wat ik merkte, op een gegeven moment kwam bij de bak die niet op de hittemat stond, kon hier in een hoekje, zag ik wat opkomen. Maar dat is verder helemaal niet meer doorgezet. En hier in het hoekje ook. Hier zit er maar eentje. Dat is de Bisschop Crown Paper. Dus die kwam op een gegeven moment op. En die bleef zeg maar half onder de aarde. En die deed verder niks meer. En na 10 dagen zag ik zo duidelijk het verschil. Dat ik toch maar het puntje van waar dat plantje halfig opkwam. Heb ik toch maar deels op het hittematje gezet. Dus op deze manier. Dus hij stond er zo op. En er was hier nog een randje over. En daar heb ik toen deze bak op gezet. En precies die dag komt gewoon meteen dat plantje boven de grond uit. En klapt hij zijn blaadjes open. Dus ja, het is dan toch wel duidelijk dat dit matje werkt. Maar hier heb ik ook een vrij lege bak staan. En dat komt omdat nog geen enkele belpaprika op is gekomen. Dus nog geen enkele paprika. En dat geldt voor de tandig en een gewone belpaprika. Deze stond ook op een hittematje. Hier is nog niks opgekomen en hier is nog niks opgekomen. Dit is het zaad wat ik van of op een rommelmarkt heb gekocht. Dus ik had al gedacht, wie weet doet dit zaadje het niet meer goed, want het is oud. Terwijl andere zaden die ik daar gekocht heb, het wel heel erg goed hebben gedaan. Dus dit verbaast mij niet zo heel erg dat hij het niet heeft gedaan. Tenminste, we zitten nu op 2 weken.
Ik geef ze nog een week tijd. Gemiddeld is de tijd dat een peper en een paprika ontkiemt zo rond de 10 dagen. Maar het kan dus wel langer duren uit mijn ervaring. Dus ik geef deze bakken nog even 2 weken of 1 week op het hittematje. En als er dan nog steeds geen paprika opgekomen is, dan ga ik toch echt maar weer aan de slag. En dan ga ik nieuwe paprika's voorzaaien. Maar dit hier is dus de voorste bak die het fantastisch heeft gedaan. En dat is met de Anaheim en de jalapeno. De jalapeno zaden waren nieuw dit jaar, dus die heb ik nieuw gekocht. En de Anaheim zaden waren van vorig jaar. Dus ik weet dat dat nog goede zaden waren. De Bisschop, die heeft het ook goed gedaan. Die heeft er hier eentje en daar eentje zijn al opgekomen. En het zijn ook zaden van vorig jaar. Dus de conclusie, heb je goede zaden en maak je gebruik van een hittematje, dan krijg je echt wel een heel erg groot verschil. Wat me nu leuk lijkt, is omdat deze allemaal opgekomen zijn, of tenminste bijna allemaal, want ik heb hier een leeg strookje en dat is ook de belpaprika. Daar is dus nog niks van opgekomen. Maar het leek mij leuk om nu deze van het hittematje af te halen, want ik heb er maar 2. En dan degene die waar nog niks behalve 1 enkel bisschopje zit, om die nu op het hittematje te gaan plaatsen. En dan te gaan zien wat de komende week, of alles nu opeens wakker schudt en flop, 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 omhoog komt. Dan is het natuurlijk helemaal top. Dan weten we echt dat dubbel en dwars zo'n hittematje het waard is. Maar mijn gedachtes tot nu toe. De matten zijn super simpel om te gebruiken. Je stopt ze in de stekker en dan gaan ze meteen al aan. Dit is tenminste degene die ik heb, is Leway, denk ik. Ja, Leway. En die heb ik op Amazon besteld. Er zit geen schakelaar op het draad. Dus zodra de stekker erin zit, is de power aan. En ze blijven een continue warmte afgeven van zo ongeveer 20 graden. Als je ze krijgt, dan krijgen ze in een rol. En dan moet je ze wel even 2 dagen onder het zwaarst plat leggen, want anders krullen ze allemaal naar binnen. En één zo'n matje is 22 watt. En voor mij is dat dus veel goedkoper om 3-4 weken zo'n matje aan te zetten in plaats van 3-4 weken mijn verwarming 2 graden hoger doen. Dus dat is een beetje tot nu toe mijn gedachte over een hittemat. En tot nu toe ben ik erg tevreden. Ik had eigenlijk stiekem heel erg gehoopt dat een matje niet echt een groot verschil zou uitmaken. En dat gewoon de rest ook allemaal snel zou ontkiemen. Want ja, het is altijd leuk als je kan moestuinieren zonder allemaal extra spullen die je nog moet aanschaffen. Maar ik denk dat ik dan toch wel tot de conclusie ben gekomen dat voor pepers en paprika's, omdat ze zo vroeg in het seizoen voorgezaaid worden, dat daar een hittematje toch echt wel handig is om te gebruiken. Maar voor nu ga ik het voortzetten, onderzoek. Ga ik de bak die niet op het hitteplaatje is geweest, tenminste 2 daagjes heeft hij op een hoekje gestaan. Maar deze ga ik dus nu volledig op het hittematje zetten en dan gaan we kijken wat dat weer teweeg brengt. Dus dat is nu mijn onderzoek. En ik word trouwens niet gesponsord door die hittematjes. Ik heb ze zelf gekocht en ik ben ze zelf aan het onderzoeken. En dat was hem dan alweer voor vandaag. Hij staat nu 2 dagen op het matje. En kijk, er zijn er gewoon al 1, 2, 3, oh 4, kijk daarachter en ook al opgekomen. Omdat ze dus nu 2 dagen op het hittematje staan. Dus de conclusie is daar, koop een hittematje. Heb jij nou vragen over hittematten of over andere dingen voor jouw moestuin? Stel ze dan gerust. Ik help heel erg graag. En ben je nu nieuwsgierig of al deze plantjes toch stiekem over een week allemaal opkomen door het hittematje? Abonneer dan op mijn kanaal. Want hier bij een boerderij in een rijtjeshuis deel ik graag met jullie hoe ik zelf mijn eigen groenten kweek, oogst en verwerk, zodat we het hele jaar ervan kunnen genieten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende!